Je kunt aan alles zien aan hem dat hij zichzelf heel goed heeft onderhouden. Ja, hij heeft een geweldig lichaam, moet ik zeggen. Ja. Ik word niet verliefd op hem, maar hij heeft wel een geweldig lichaam. But he's the fittest guy I've ever. Yeah, I don't think I've ever seen anyone who trained so hard in the gym. We met up for our 20th anniversary for the winning the treble in 99, obviously last year. And I just saw the fittest 55-year-old man I've ever seen in my life. Dit is een foto van 86 voor de stad Deventer met het elftal van Go Ahead met enkele bekende namen. Wim Woutsma, Raymond van der Gouw en uiteraard een grote keeper uit Nederland, Jan Jongbloed. Nou ja, in die tijd dacht ik uit mijn hoofd 42 jaar. Dus we moesten wel wat vernieuwing. Zo zijn we eigenlijk bij Raymond gekomen. Dat gaf nogal wat voeten in de aarde, omdat hij op de ALO zat in Groningen. Dus hij kon maar één keer trainen. Ik kan me nog herinneren dat dat eigenlijk onderstegen gehouden heb om meteen hem aan te trekken. Hoop op voetbal, Go Ahead Eagles Deventer. Ja, hier begon het voor mij. Mijn eerste profclub. Mijn eerste stappen als prof. De wedstrijd tegen Haarlem zal ik nooit vergeten. Jan was toen niet goed geworden in de kleedkamer. Ik stond onder de douche. En toen kreeg ik op een gegeven moment. Ik werd duizelig. En dat werd niet beter. Ik ben dus wel in de auto gestapt en naar huis toe gereden. Toen ben ik naar de dokter toe gegaan. En die hebben toen geconstateerd dat ik een hartinfarct had gehad. Ja, dat was een reden om te stoppen. Ja, hij miste alleen de wedstrijdervaring op een hoog niveau. Verder zijn we eigenlijk allebei nooit, Jan en ik, bang geweest dat hij het niveau niet aan zou kunnen. Alleen, het was natuurlijk een heel verschil met de keeper Jongbloed en Van der Gouw. Met 25 jaar ervaring van Jan, dat kon je op dat moment natuurlijk niet van der Gouw verwachten. Ik zit even te kijken, allemaal foto's van oud-spelers. Nee, ik heb mezelf toch nog wat teruggevonden, dus ze zijn me nog niet vergeten. Ik zie even naar de kleuren te kijken, ben ik de enige met een blauw shirt aan. Als je praat over aanleg, had hij veel meer dan ik. Weet je, hij was veel groter dan ik, hij was atleet, ik was ook redelijk lenig. En hij was, ja, dat had hij dus allemaal. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een hele goede doelverdediger. Wacht even. Oké, ik zit er. Ja. Hi guys, today we do some jumping. Jumping for goalkeepers is very important. So Ennio will show you a few exercises and we start with easy exercises. Ja? Twee keer exercises. Ja, prima. Okay. Ook al zou ik niet voetballer, keeper, voetballer, maakt niet uit. Ook al zou ik willen basketballen, ik vind alles prima. Zolang ik het zelf maar leuk vind. Nou, maar je mocht niet zomaar op voetbal, begreep ik, hè? Dat was wel nee, ik moest eerst mijn zwemdiploma halen. Dus op het moment dat ik de zwemdiploma in mijn handen had, stond ik daar in de zaal. Ik mag op voetbal. Ja, dat was wel een mooi moment. Ik zie veel gelijkenissen. Ik zie dezelfde lichaamsbouw. Erg atletisch. Dat wordt ook vaak bevestigd door andere mensen die mij kennen, oudere mensen die mij kennen en hem nu zien. Ik denk dat hij heel ver kan komen, want het is een jongen die echt wil, echt gedreven is, alles ervoor over heeft. En daarnaast is hij ook nog intelligent, want hij doet ook nog de universiteit ernaast. Dan denk je van, nou, ik weet niet hoe je dat doet en waar je het vandaan haalt, maar je hebt ze allemaal op een rijtje zitten. Hij heeft het niet van mij. Van de vrouw. Maar ik neem mijn petje af en ik vind het heel knap wat hij nu doet. Vroeger moest ik er nog niet zoveel van hebben. Toen wilde ik niet echt dat hij echt mijn trainer was, maar meer gewoon mijn vader. Maar nu heb ik er wel echt veel aan dat hij zelf ook keeperstrainer is. Ik vraag zelf aan hem van, als ik dan bijvoorbeeld beelden van een wedstrijd heb, wat kan ik hier beter doen of wat vind jij ervan? En
Dat is wel fijn dat hij het mijzelf laat doen. Wij stonden toen als klein ventje stonden met 11 tegen 11 op een half speelveld te voetballen. En het was echt kluitjesvoetbal bij elkaar, met z'n allen naar voren en weer terug. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. En tijdens een toernooi een keertje was de keeper was geblesseerd of was ziek. Dus mijn vader aan de kant stond, die zei van Rijnmond kan wel keepen. Want elk weekend gingen we naar de camping en daar stond ik altijd op het doel. Nou, dat ging toen de tijd ging het zo goed dat ze mij gewoon in het doel wouden hebben. Dus vanaf dat moment ben ik ook in het doel gebleven. Bert Jacobs die werd hoofdtrainer. Blijf staan achterin! Jan Jongbloed werd zijn assistent en Jan Jongbloed kwam ook van Go Ahead. En die kon natuurlijk Raymond goed vanuit die tijd. En toen hebben ze op een gegeven moment, volgens mij zat ik hier een jaar, en toen hebben ze Raymond aangetrokken als keeper bij Vitesse. Nou ja, Vitesse had belangstelling. En op een gegeven moment was het zover van, ik ben bij Vitesse geweest, ze hebben een praatje gehouden, ze waren zeer ambitieus. En het totale pakket was wel interessant. Alleen, ja, definitief weggaan bij Go Ahead vond ik wel moeilijk. Twee jaar in de jeugd gezeten, drie jaar in het eerste. Twee jaar achter elkaar speler van het jaar geworden bij Go Ahead. Dus Go Ahead zat wel in mijn hart als het ware. Ja, dat was wel een moeilijke beslissing. Dat ik op een gegeven moment een telefoontje van Jongbloed kreeg. Zei van, Raymond, wat wil je nu? Wil je nou komen of wil je niet komen? Ik zei, ja, ik wil wel komen. Nou, dan kom je hier en punt, klaar. Nou ja, uiteindelijk die kant op gegaan. En ik denk dat ik gewoon op dat moment gewoon een hele goede keuze gemaakt heb. Ja. Mijn eerste jaar was zeker succesvol omdat we gelijk kampioen werden. En de jaren daarna hebben we elk jaar Europees voetbal gehaald. Daar komt de bal hard ingespeeld, kopkant van de Gouwred. Hij redt weer goed. Ik had altijd de droom dat ik graag in het buitenland zou willen spelen. En het liefst in Engeland. En toen moesten wij tegen Norwich City in Engeland, tegen een Premier League club. Maar het veld was fantastisch, het publiek was geweldig. Ja, daar was ik wel onder de indruk. En Cocu brengt zich er doorheen. Van der Gouw, ja, is goed gekiept. Hij moest komen. Wordt dit bij de vaste rituelen? Dit hoort bij de voorbereidingen. De zwachtel die even gedraaid moet worden en straks om enkel zit. We waren eigenlijk allemaal onbekende jongens in die tijd. Het werd een nieuw elftal. En Raymond was daar wel een belangrijke pion in. Is volgens mij in de tijd dat ik met hem gespeeld heb, is hij twee of drie keer de minst gepasseerde keeper van de Eredivisie geweest. Dus waar een goede verdediging staan met een goede keeper. Dus die prijs heeft hij ook twee of drie keer gewonnen volgens mij. Ja, Ronald Spelbos die kwam bij Vitesse. En hij deed een speech, hij deed een praatje, wat hij van plan was en noem maar op. Ik zat helemaal in zijn speech. Ik zei van, ja, daar ga ik deel van uitmaken. En het grappige was dat tijdens de voorbereiding liep het niet lekker, ging het niet. En toen kregen wij onze eerste competitiewedstrijd tegen Feyenoord uit. Mooi weer, geweldige ambiance. Ik stopte twee penalties. Eentje van Ronald Koeman en eentje van Hendrik Larsen. En die scoort ook niet! En twee keer een hoofdrol voor Van der Gouw. En die verloren we met 5-2. En de eerstvolgende wedstrijd werd ik geslachtofferd. Ronald Spelbos zette mij op de bank. Nou, dus... vanaf dat moment was mijn gevoel voor Ronald Spelbos was weg. Dus voor mij was het eigenlijk tijd om weg te gaan. Alleen, ik had nog een driejarig contract. Nou, dan denk je van, ja, wat nu? Zaakwaarnemer ingeschakeld. Nou, het was niet zo gemakkelijk. En toen het puntje bij paaltje kwam, kwam er iets heel moois voorbij. Er kwam een vliegtuig voorbij. Die ging naar Engeland. Champions of England. Winners of the FA Cup. And now, after 31 years, champions of Europe once more. You'd find players who expect to play, but this game, they're on the bench. You see that the kind of mood they bring into it. That never came from Raymond. Manchester United reach the promised land.
een zaakwaarnemer die belde me op en die zei: Rijn, moet je luisteren. Ik heb een club voor jou uit Engeland. Ik zei van, nou, welke club gaat het aan? Ja, nee, dat kan ik je op dit moment niet zeggen. We gingen naar het vliegveld, naar Schiphol. En we stapten in het vliegtuig. Ik wist nog niet om welke club het ging. Totdat we in het vliegtuig zaten, toen vertelde de zaakwaarnemer zei van, het gaat om Manchester United. Ik zei van, wow. We landen daar, we stapten uit en er stond daar een grote Mercedes. En Alex Ferguson haalde mij op. Ik was samen met mijn vrouw die hoogzwanger was. En ik had toen nog lang haar, ik had toen nog een paardenstaart. Hij zei in de auto, Raymond, je hebt best wel lang haar. Zo met andere woorden van, zou je dat niet eens een keer afdoen? Ik zei, nou maak je niet druk hoor, want ik ga het toch afdoen. Hij heeft zijn huis nog laten zien waar hij woonde. En vanaf zijn huis zijn we doorgereden naar het vliegveld. Maar er werd zo af en toe werd er ook zo gereden. Nou, vlak voordat we bij het vliegveld kwamen, moest Ferguson even stoppen. Want mijn vrouw die moest overgeven omdat ze zwanger was en van het auto rijden. Manchester United have signed Raymond van der Gijp. The club have agreed a 3-year deal with a Dutchman who plays for Vitesse Arnhem in Holland. Manchester United will pay the Dutch side a fee of £500,000. Raymond van der Gijp will be Peter Schmeichel's understudy. And another wonderful save from Schmeichel. Oh, great stop by Schmeichel. Oh, how did Schmeichel keep it out? Fantastic save by the Danish international. Peter Schmeichel was voor mij een voorbeeld, want toen ik nog niet bij United zat, had ik zoiets van, oh, ik zou wel eens willen zien hoe hij traint, hoe hij speelt. En dan van dichtbij in de keuken kijken. First of all, he's the nicest guy you'll ever meet in your life. He was an absolute joy to work with. But I consider Raymond to be a friend. I think the position that he had is the most difficult one. You never really get to play a lot. I never felt that there was that kind of thinking or pressure or anything. And I have to say, Raymond, he was brilliant at that. I really do truly admire him for being able to do that, because I know within myself, I could never have done that. Kijk, ik werd gehaald als stand-in van Peter Schmeichel. Dat wist ik van tevoren. Dus ik had ook zoiets van, oké, Raymond, je gaat erin, je hebt een contract. Je bent een stand-in voor Schmeichel, dan ga je ook niet zitten klagen en niet zeuren. Het was niet het meest makkelijke. Ik vond het wel een van de moeilijkste dingen. Er klaar voor zijn en dan niet spelen. Maar goed, net wat ik zei, ik wou niet klagen. En het meest vervelend zou ik gevonden hebben als ik er met de petten had gegooid en ik zou dan een kans krijgen en het zou verkeerd zijn gegaan. Today, modern day thinking is that the managers want the goalkeepers to compete for the place. I completely disagree. I think it cannot be more wrong. That just tells you that managers have absolutely no idea about the psychology of goalkeeping. Because if you create a competition situation for the goalkeepers, right? So we have to see who's best. What happens then? Then the goalkeepers will go on the pitch and try to show you that he's best. That means that he will try and, you know, how do you show yourself? Oh, sometimes you'll come for crosses you don't have to come for. You do things to show how good you are. Things you probably shouldn't have done. What you want is, you want stability. So if you create that situation with competition, you create a problem for yourself. And so Alex never did that. Ferguson is heel speciaal voor mij in die zin als trainer. Maar nog meer dat hij naast trainer zijn ook nog heel menselijk is. Dat hij interesse heeft in jou in het privéleven. Toen Ster is geboren leek alles normaal en na 5 weken bleek ze ernstig ziek te zijn, bleek ze hartpatiënt te zijn en echt heel erg ziek, dus IC, de vraag was of ze het zou overleven. Maar ja, we hebben ons eigenlijk nooit alleen gevoeld. We hadden toen de tijd 3 opties, of ze zou het einde van, van de week niet halen, of ze had een harttransplantatie nodig, of ze had voor de rest van haar leven medicijnen nodig. Nou, van die alle 3 is dus niets van waar geworden. Op dit moment is ze dus medicijnvrij. En kan ze behoorlijk
vrij leven leiden. Ja, ze is uiteindelijk topsportster geworden. Ja. Dus ja, wat wil je nog meer qua gezondheid? Hè? Dan denk ik van, dan doet het hart het wel goed. Anders kan dat niet. Ik heb in 2016 twee knieoperaties gehad. Waardoor ik nu dus geen wedstrijden meer kan doen. Maar ik mag nog wel showschaatsen. En dat doe ik onder andere ook met vuur. Dus ik ben als showschaatsen in te huren. Ik had, omdat we geen huisdieren konden hebben in Engeland, omdat we nog regelmatig terugkwamen in Nederland, hadden we de deal dat ik op paard rijden mocht. Dat was een compromis. Dus ik ben op mijn vierde gaan paardrijden in Engeland. En nou, daar ben ik pas 2 jaar terug mee gestopt. Het zit gewoon in de genen. Maar zij was vroeger ook heel actief. Nou, ik ben zelf wel actief geweest, zoals je weet. Dus het verbaast me helemaal niet dat zij zo fanatiek en sportief zijn. Ja, klopt. Ik vind het wel heel leuk om te zien. Champions of England, winners of the FA Cup. And now, after 31 years, champions of Europe once more. 1999. Yeah, well. That season is just... It's just... We did something which... It's still very difficult to understand that it could be done. Wat toen het geval was, dat we eigenlijk alle prijzen die een club kon winnen, gewonnen heeft. En dat betekent de Premier League winnen, de FA Cup winnen en als laatste de Champions League. En alles in één seizoen. Cleared, Giggs with a shot, Sheringham! It's a Sheringham, and so Sarri won it! Again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. But having been part of that has been absolutely fantastic, and it was 20 years ago last year we met up, played Bayern Munich again. Everybody met up, and we're all over the world now. People live in different places, and we don't kind of see each other that much. It was just brilliant to see everybody back again and have the achievement confirmed that every single one of us, we have this feeling that you know, this is one of the most important points of our lives. Holland, they produce very, very often incredible good football, but always with the good thinking behind. One of my favorite players ever is Johan Cruyff, of course. My dog is called Cruyff, by the way, you know, in honor of the great man. and he's orange. Tijdens de warming-up wou Pieter wel geen bal in het doel hebben. Nou, als je hem echt op de kast wil hebben, dan moet je datgene doen wat ik net zei. Als er nog een bal achter zo'n balletje in het netje schieten, nou, die zo'n hekel aan. My God, I'm there to stop goals going in. I don't need my own players to, you know, to show me that it can happen. I have to get through warm up, understanding that I am the best in the world, and today nothing can go past me. So if they start to score, I mean, come on, that's not fair, is it? Nou, uiteindelijk heb ik er dus 6 jaar gezeten. Ik ben naar West Ham United gegaan, En na West Ham United zijn we teruggegaan naar Nederland. En heb ik 1 jaar bij RKC gezeten. En vervolgens heb ik een contract getekend, 5 jaar bij AGOVV. Ik weet wel dat mijn laatste wedstrijd, dat was tegen Eindhoven, als betaald voetballer in Nederland. Toen hebben wij een penalty gehad in de laatste minuut. Van de Gouw en hij gaat binnen. En toen bleek achteraf, volgens een journalist die me later belde, zei Rijnmond, wist je wel dat jij de oudste betaald voetbalspeler bent die gescoord heeft op die leeftijd? Ik zei, oké, okay, dat is een mooi record. Ik kreeg een telefoontje van Roy Keane. Rijnmond, ik wil jou als keeperstrainer bij Sunderland. Dus naartoe gegaan, gekeken.
ja, ik ben er gebleven. Ik heb er uiteindelijk 2 jaar gezeten en ik heb een fantastisch mooie tijd gehad. En dat was als keeperstrainer. Maar ik was toen de tijd nog, het eerste jaar nog zo fit, dat Roy zei van, ik wil jou, Rijnmond, ik zet jou ook op de spelerslijst. Voor het geval dat, want dan kan ik altijd een beroep op jou doen. Ik zei, nou oké. Okay. Op dat moment was ik de oudste speler van de Premier League. Een vakman, hij is heel erg voetbalminded en vooral keepersgericht. En probeert innovatief te zijn met keeperstraining, zeg maar. Hij is zelf enorm fit voor zijn leeftijd en onthoudt zichzelf heel erg goed. Dus ja, ik denk dat hij puur een vakman is en passie heeft voor zijn vak. En daardoor heeft hij ook heel lang meegekund en nu nog steeds op het veld. Raymond is eigenlijk altijd Raymond gebleven. Ja, natuurlijk word je ouder en verander je wel wat. Hij is eigenlijk wel de Raymond gebleven zoals ik hem ook ken toen hij eigenlijk hier kwam. En dat is een goede Raymond. Daar kan hij alleen maar heel blij mee zijn. Een goede jongen, wil hard werken, goede visie op keepers. Dus ik heb altijd heel prettig met hem als voetballer gewerkt. En ik heb ook heel prettig met hem gewerkt in latere functies die ik vervuld heb. Ja, hij is vaak in de gym nog gaan trainen en hij is altijd wel bezig. En als ik hem vraag, ik wil nog even wat extra's doen, is nooit geen probleem, altijd wat extra's. Dus in die zin is hij heel fanatiek met alles. PSV heeft de technische staf voor komend seizoen gepresenteerd. Trainer Roger Schmid krijgt assistentie van André Ooyer, Lars Kornetka en de eerder aangestelde Jurn Wolf. Raymond van der Gouw neemt de keepers van de A-selectie onder zijn hoede. Ja, het was eigenlijk wel heel lastig om weg te gaan. Want na zoveel jaren dan betekent zo'n club als Vitesse wel heel veel voor je. Ik heb daar heel veel leuke, mooie momenten meegemaakt. En dan ga je er toch wel over nadenken, ja, moet ik nu weggaan of niet? Maar ja, deze uitdaging was zo mooi dat ik dacht van ja, deze kan ik niet laten schieten. Als speler ging ik dus vanuit Vitesse naar de top in Engeland. En nu ga ik vanuit Vitesse naar de top van Nederland. Dus de geschiedenis herhaalt zich een beetje. I always thought that Raymond's going to come back to United as the goalkeeping coach. And maybe that one day that will happen. Foxsports.nl/doc.